We staan hier op de plek waar 4 juni 2013 de brand begonnen is. Inmiddels ziet u dat hier al een volledig nieuwe hal gebouwd is. Ondertussen kunnen wij stellen dat de bedrijfscontinuïteit geen enkele dag in het gedrang geweest is. Er is ontzettend veel gebeurd, zowel intern als extern. Lijn 7 en 8 die moest volledig gereconditioneerd worden. Lijn 9 en 10, waar we ons nu bevinden, wordt volledig nieuw gebouwd. En ondertussen moest ook onze warehousing volledig opnieuw worden ingericht. Daarnaast zijn we ook eens extern bezig geweest om al onze pakketten, recepten, assortimenten te kunnen laten bakken bij meer dan 20 externe collega's. Het was voor ons een herausforderung war ganz einfach mit der Geschwindigkeit, wie in Oldenzaal Entscheidungen getroffen worden sind, mitzuhalten. Das heißt, innerhalb von 4 Wochen das Alltagsgeschäft einfach wieder ans Laufen zu kriegen. Wir mussten ja umstellen von Lieferungen nach Oldenzaal, was gerade in der Nähe ist, zu Lieferungen in ganz Europa, Italien, ganz quer durch Holland. Und eben da mussten wir das Paperwork und die Kommunikation und den gesamten Ablauf, die Logistik natürlich umstellen. Und das Ganze ungeplant innerhalb von 4 Wochen, das war schon eine Herausforderung. Mijn rol was na de ramp van 4 juni om zo snel mogelijk lijn 7 en 8 weer aan het draaien te krijgen. We wilden zo snel mogelijk weer brood hebben, we wilden onze mensen weer aan het werk hebben. En we wilden onze klanten beleveren. Dat was mijn uitdaging. Door de brand is lijn 7 en 8 zwaar beschadigd geraakt. De impact is volledig verloren geraakt. Die moest ontmanteld worden en weer opnieuw worden opgebouwd. De andere twee compartimenten, het deegmaakgedeelte waar we hier staan en het stuk waar gebakken en gerezen wordt, is door de roet zwaar beschadigd geraakt en daar moest alles worden ontmanteld. En je kunt je voorstellen, als je alles ontmantelt, moet je ook alle delen die je weghaalt opslaan, elders schoonmaken en weer terugbrengen. En dat was een enorme logistieke operatie. Dat is voor ons de grote uitdaging geweest. Het dak, het plafond zeg maar, is volledig verwijderd geweest, waaraan ook de bekabeling hing. Dus je kunt je voorstellen dat het een enorme operatie is geweest. En alle wanden zijn verwijderd geweest en opnieuw aangebracht. Dus terwijl er schoon werd gemaakt, terwijl er werd gebouwd, moest ook het gebouw zelf een flinke operatie ondergaan. De impact die is inmiddels zover dat we de tijdelijke impact nu kunnen gaan vervangen door een definitieve. Dat zal nog een week of twee duren en dan hebben we ook dat weer volledig in originele staat. Nadat we alles gereconditioneerd hadden, moesten we natuurlijk ook zorgen dat de lijnen weer voldeden aan de kwaliteitssystemen waaraan we moeten voldoen als bedrijf. Een voorbeeld daarvan is simpel de HACCP, de wettelijke normen. Maar daarnaast hebben we ook BSE en IFS waar we aan moeten voldoen. Inmiddels is daar ook een audit voor geweest, die hebben we gehaald op een higher level. Dat is erg gaaf, we zijn er nu ook hartstikke trots op, zeker na zo'n brand waar heel veel gebeurd is. Nou, op het moment dat de brand geweest was, hebben we helaas moeten constateren dat een van onze grootste vrieshuizen, we hebben er 3, dat Vriezer 3 zoals we dat noemen, dat daar de besturing compleet van weggevallen was. Dat hield in dat er kon geen pallet meer in of uit. Gelukkig is de vriezer wel op temperatuur gebleven. Dus wat dat betreft geen nadelige invloed voor de producten. En hoe ga je dat als bedrijf oplossen zonder dat je klanten daar de nadelige invloed van ondervinden? Toen hebben we externe partijen ingeschakeld, externe vrieshuizen. En we hebben de goederenstromen via de externe vrieshuizen laten lopen. Een aantal maanden, maar we zijn sinds half oktober is ons vrieshuis weer operationeel. We kunnen de hele productie hier in Oldenzaal op dit moment weer inslaan, opslaan en tijdig distribueren naar onze klanten. De komende tijd, is de kerstperiode, is een drukke tijd. We kunnen rustig stellen dat we daar klaar voor zijn met de diepvrieslogistiek. Hebben we de kerst gehad, dan kunnen we rustig stellen dat wij met smart zitten te wachten op de aansluiting van de nieuwe productielijnen 9 en 10 en dat eind februari alles weer functioneert zoals het voor de brand was. Nou, mijn verantwoordelijkheid als technisch manager is om de lijnen die verloren zijn gegaan met de brandlijn 9 en 10 zo snel weer in productie te krijgen. Nou, waar zaten dan de grootste uitdaging? Normaal als we zo'n project ingaan, dan moet je daar toch wel rekening houden aan een jaar ongeveer mee bezig zijn met een totaal nieuw hal bouwen en dan normaal gesproken 1 lijn neerzetten. Nou, de grote uitdaging was dus nu om die hal weer opnieuw op te bouwen en dan zo'n 2 lijnen zelfs binnen 7 maanden te realiseren. Nou, en wat zijn dan de grootste punten waar je tegenaan loopt? Dat je mensen gemotiveerd moet krijgen om die hal zo snel mogelijk neer te zetten. Dus de aannemers en de installateurs in de eerste plaats en daarna
ook nog eens een keer de machinebouwers die normaal 8 maanden nodig hebben om iets voor te bereiden, binnen die 6 maanden hun machines te laten aanleveren. Hoe we dat gerealiseerd hebben is door eigenlijk van tevoren een echt heel hecht bouwteam bij elkaar te zoeken. Waarmee we in eerste instantie de bouw hebben gedaan. Nou, die bouw, waar moet je dan bij voorstellen? Dat eerst de fundering gegraven wordt, het beton gestort wordt. En dat dan ook gelijktijdig het staal besteld wordt wat een 10 weken levertijd heeft. En als je dan ziet dat alles netjes in elkaar overloopt, dus dat het beton hard is, dat het staal erop kan. Dat de leverancier van de wanden zijn wanden op tijd binnen heeft, dus dat alles klaar ligt om voor elkaar te maken. En daarna het dak te plaatsen en de vloer te coaten, waarna de bedrijfshal weer helemaal klaar is voor de machines. En, zoals het er nu uitziet, we praten nu over november, en op 14 november zijn we klaar met de oplevering. Echt helemaal zoals gepland, op de dag nauwkeurig. En staan 18 november de machines klaar van de leveranciers om geplaatst te worden in de nieuwe hal. Yeah, it was a big challenge for us to be in time for the 19th of November when the machine has to arrive here in the building. Also because I still remember when Prepen had the fire and we got a telephone call from Maurice asking us we needed to be back on track, can you deliver by the date? And we said, okay, let me think for a second, and we say yes, we can do it because we have the relation and we have the good vibration, I would say, to think that we can face the challenge in the correct way. Then the other challenge was also that at the same time we were rebuilding the machines, we wanted also to do even better than what we did in the 3 years before. Also because in the meantime you are working with the machine, you realize what you could have done better from the start. And so that was a further challenge on the project, because if you have to paste and copy what you already have is one thing, but if you try to improve then is even more difficult. De bedrijfsschade in tegenstelling tot de materiële schade ontstaat pas na de brand, hè. Bedrijfsschade treedt daarna pas op. We hebben in het begin heel duidelijk gecommuniceerd naar verzekerden toe, naar Prepin, van ga 2 maanden crisismanagement voeren, handel alleen maar even in de geest van de klant. Dus de volledige vrijheid daarvoor gegeven. Nou, we merkten dat Prepin die rol heel goed op zich nam. En daardoor ontstond een goede samenwerking. En hebben we er uiteindelijk voor gezorgd, waar we nu zijn, bijna volledig alle klanten weer kunnen bedienen. En continuïteit voor de toekomst. Nou, dat is waar het allemaal om gaat. Nou, vanaf deze plek en ook op dit moment wil ik gerust al stellen dat wij alle vertrouwen erin hebben dat deze lijnen binnen een paar weken weer up and running zijn. En we kunnen zelfs ook nu stellen dat we dusdanig veel vertrouwen in de toekomst hebben dat we met de uitbreiding bezig zijn van een volgend proces. Niet alleen in capaciteit, maar ook in zeer mooie innovaties waar we binnenkort meer over zullen laten horen.